Guatemala, een klein land in Midden-Amerika. Het land wordt geteisterd door oorlog, armoede en natuurgeweld. Maar dat is niet alles. Kinderarbeid is een enorm probleem. Voor de kinderen die geen scholing krijgen en dag in dag uit werken, zijn er weinig uitzichten. Om die reden is CEPA opgericht. Een organisatie die met steun van Kerk in Actie kinderarbeid wil stoppen en kinderen op school wil krijgen. Linda Ferris werkt aan een project om de allerarmste arbeiders, steenhakkerskinderen, een toekomst te geven. I think education is the biggest contribution to fighting poverty. We all here in CEPA, we all feel that way. And sometimes I think we ourselves don't see the difference. But after a few years, you suddenly realize that a boy or a girl who has had access to education, who has been trained in a profession, does have a better life than he or she would undoubtedly have had if they had not had an access to education. Maar ook kinderen die te oud zijn om naar school te gaan, leren een vak als naaister of lasser, dankzij CEPA. Om de kinderen in ieder geval een gedeelte van de dag naar school te krijgen en onderwijs te bieden, moet Linda Ferris hard lobbyen bij de ouders. Een moeilijke klus, want zeker in deze zware tijden willen ouders hun kinderen niet missen als inkomstenbron. En het lobbyen werkt. Inmiddels gaan mede dankzij steun van Kerk in Actie alle steenhakkerskinderen uit de regio naar school. De kinderen die eenmaal naar school gaan, worden scherp in de gaten gehouden. Die aanpak heeft resultaat.